grote vergadering overleg. Ah, het is er. En meer nu. Twee. Dat is niet waar. Dat is niet waar. En? Vandaag zal cruciaal zijn. Dus we gaan vandaag echt van minuut tot minuut opvolgen. Kijken wat er gebeurt. We zagen gisteren alle tekenen. Als we alles combineren, dan zagen we tekenen dat het zou kunnen. Wat heb je gezien? We hebben wel, de beelden zijn niet van die superkwaliteit dat we het echt kunnen analyseren. Maar de beelden, we zien op een bepaald moment dat Pio Pio gaat liggen, een half uur, wat ze de laatste dagen niet meer deed. Dus we hebben eigenlijk alles zo'n beetje op een rijtje gezet van wat als. Hè. En ze is niet meer gaan slapen, nu doet ze dat niet eens wel. Half uurke maar, ze verschiet van iets of ze krijgt pijn, denken we. Nee. Ze staat recht, ze begint met oren te flapperen, wat ook absoluut niet normaal is. Echt zo heel, zijn het aan echt... weeën? Of? Wel, we waren er niet bij en we hebben geen geluid op het beeld. Dus we kunnen ook niet... Aan bij weeën, maar we zien wel dat de andere olifanten, de andere vrouwtjes beginnen ook te toeteren. En te, allee, dus er gebeurt iets. Ja. En dan gaat ze, we hebben geluk dat ze echt met haar poep kant camera gaat staan. Ze doet haar benen open en er floept iets uit. En wij denken dat het een slijmprop is. Ook 's morgens als we in de stal kwamen, de stal was helemaal omgewoeld. Er lag een heel grote vochtige plek die stonk. Wij kennen wel de geur van urine en mest, daar zijn we specialisten in. Het eerst was een andere geur, ik kwam binnen, dat was echt van... Hier klopt iets niet. En dan, punt 2, ineens maakt ze mest en dat zijn allemaal kleine ballen. En we weten, als ze kleine mestballen beginnen te maken, dat dat vaak 3 tot 4 dagen... Nee, we weten zeker dat als ze kleine mestballen maakt, dat dan 4 dagen later maximum het jonger moet komen. Want dat begint te drukken en dan worden die ballen mest klein. En wat is uw persoonlijke prognose? Dus als ze de wetenschap moeten volgen, zeg ik nee. Als ik mijn gevoel en mijn hart moet volgen met alles wat ik zie, vrees ik van, of niet vrezen, dan denk ik dat het voor deze week is.